Ik zit hier tussen mijn eigen braamstruiken, wilde bramen aan de waterkant. Ik knip ze ieder najaar helemaal af tot aan de grond en dan zie je niks meer. En dan in het voorjaar ben ik weer verbaasd over hoe snel en groot ze opkomen. En in no time staan er enorme struiken. Daar ben ik heel blij mee, want in de zomer haal ik hier ongeveer wel een kilo per dag bramen af. En die moet ik natuurlijk verwerken. Dus ik maak jam en ik maak ook vooral veel ijs. En wel zoveel dat ik echt het rest van het jaar gewoon mijn eigen bramenijs heb. Nou, ik heb hier een bakje in mijn hand en daar zitten gekweekte bramen in. Die zien er natuurlijk veel groter uit en misschien iets mooier dan de wilde braam. Maar de smaak hiervan is een fractie van de smaak van de wilde braam. En in de wilde braam zit ook veel meer pectine, wat heel prettig is als je ijs maakt. Deze zijn natuurlijk heel mooi om te decoreren. Als je op een taart of als je bijvoorbeeld ijs serveert, dan kan je zo'n mooie braam erop doen. En dan is het leuk om ze in te vriezen. Nou, dat moet je op een bepaalde manier doen. Je hebt namelijk een pizzablik nodig, een heel plat bakblik. Dan doe je een stukje bakpapier op en dan leg je ze allemaal naast elkaar. Dus niet in een zakje en dan hop in de vriezer. Dan plakken ze allemaal in elkaar en dan heb je niks meer aan. Je legt ze naast elkaar en dan laat je ze eerst even goed invriezen. En dan kan je ze daarna loshalen en gewoon in een zakje bewaren. Dan heb je eigenlijk altijd decoratiemateriaal. Een interessante truc is, je kan ook je ijs in de vriezer isoleren. Dus je gaat het eigenlijk min of meer isoleren tegen de kou. Dit is de massa waar ik het net even over had. Dit is mijn eigen ingevroren bramenmassa. Dat is eigenlijk een soort pulp met suiker. Dus eigenlijk is het sorbetijs. En als je erop drukt, dan voel je dat het heel erg slap is. En dat is de pectine. Dat is heel, heel fijn als je ijs maakt. Nou, we gaan even kijken of dat klopt. Of inderdaad het geïsoleerde ijs, of je dat meteen serveerbaar hebt. Dus nu kan je ijs eigenlijk, als je het zo isoleert, kan je het gewoon meteen uitserveren.